Het is nog niet helemaal doorgedrongen bij het winkelend publiek, maar de V&D is echt dicht. De deuren van de winkelketen aan de Grote Marktstraat en de andere 61 filialen in het land zijn sinds maandag gesloten. Ja, I think it's closed today now. It's forever closed. Oh, but why did they do that? Ontzettend jammer. Heel erg jammer. Ja. Waarom? Ik ben er helemaal mee opgegroeid. Ik ben in Den Haag geboren en getogen, zeg maar. Ja, en het hoort er gewoon bij. Het is iets heel essentieels, net als de Bijenkorf en de HEMA. Ja, heel erg jammer natuurlijk. Ja, het is zo zonde, hè. We kwamen toch wel vaak daar. Ja, volgens mij is het vandaag ook gesloten. Van de week was die ook jammer. Ik vind het niet zo heel erg, want ik winkel er eigenlijk nooit. Dus eigenlijk voor mij heeft het niet echt van toepassing. Ja, jammer eigenlijk. Ja, ik denk dat het toch wel een verlies van een warenhuis is in een centrum. Dus ik kwam er zelf wel niet wekelijks, maar het binnenlopen en het even kijken en ja, het Laplace en zo, hè, even een kopje koffie drinken, dat mis je nou wel. Maar wat zouden de Hagenaars graag willen zien in het grote pand van de V&D? Ja, eigenlijk toch weer V&D. Want ik begrijp dat de onderhandelingen weliswaar afgebroken zijn, maar dat er toch nog een kiertje is dat het door kan gaan. Andere winkel. Ander soort winkel zoals... Ja. Of misschien gewoon binnen het centrum van maken. Gewoon allemaal kleine winkels van bouwen en dat ervan maken. Ik ben zelf niet zo'n shopper of winkelaar, maar ja, ik denk dat de vorm van een warenhuis dat toch wel weer leuk is. Allerlei winkeltjes onder één dak. Nikki en Zana weten wel raad met de ruimte. Zij dromen van een discotheek in het pand. Wij willen heel graag dat de V&D een uitgaansgelegenheid wordt. Een club, omdat het sowieso al leeg staat en er wordt niet echt iets mee gedaan. En Den Haag is wel een stad om echt mensen te trekken. En er zijn heel veel internationale studenten, maar daarnaast ook heel veel ondernemers. En er is gewoon geen goede club. Omdat het een grote locatie is, kun je ook veel bieden. En we hopen dat dit idee echt daadwerkelijk gemaakt kan worden. Jullie zijn een Facebookpagina gestart. Wat wil je met die Facebookpagina bereiken? Zoveel mogelijk reuring eigenlijk. We zijn hem gisteren gestart. Ik heb, toen ik net keek, een half uurtje geleden, had ik 1100 likes. En daaraan heb ik wel een petitie gehangen. Dus een soort van burgerinitiatief. Dat we met wat vragen naar de gemeenteraad kunnen gaan. En dat we kunnen vertellen van, ja, dit is wel wat er leeft. En wat de vraag is, wat voor invulling kunnen jullie daaraan geven? Wat de gemeenteraad ervan vindt, is dus nog even afwachten. Maar wat vinden de ex-klanten van de V&D ervan? Nee, verschrikkelijk. Nee, want dat is alleen 's avonds. Nee, dit is een winkelstraat. Nou, dus komen midden in het centrum lijkt me niet zo'n goed idee. Nee. Nou ja, dat zou natuurlijk ook best zijn. Er zitten niet zoveel woonhuizen, dus het overlast en de dingen. Hè, om de hoek is toch ook een discotheek of een ding geweest. Dus ik vind dat niet zo'n slecht idee. Dat zou voor mij ook mogen, hoor. Mocht de club er komen, dan kan het logo in ieder geval blijven hangen. Ik had toevallig op de Facebookpagina een vraag gesteld van hoe zou je dan moeten heten. En het was wel grappig dat de initialen V&D behouden werden. En toen kwamen er mensen met vrede en dans en funzige deuntjes. En zulke namen. Dus. Maar ik kan niet zeggen wat voor naam echt tof zou zijn. Maar als het behouden blijft de V&D, dan ja, dat is wel leuk toch?